Anderlecht verliest bij Club en Genk wipt naar plaats 3. Welkom bij Lotto Super League Rewind. De generale repetitie voor de bekerfinale. Zo kijkt iedereen naar deze match tussen Genk en Standaard. Bij de Rochettes missen ze wel enkele belangrijke pionnen zoals Marinucci en Blaven, maar aan goesting ontbreekt het de bezoekers niet. Een goede actie langs de zijlijn en Wilma Font toont nog maar eens haar heel snelle benen. Ze draait de bal goed voor doel. Tom staat helemaal vrij, maar ze vergeet te scoren. Ze weet zelf ook dat dit eigenlijk 0-1 had moeten zijn. Standaard grijpt Genk bij de keel. Gelders wordt op de andere flank gezocht. Kamps wil haar niet laten ontsnappen en krijgt de fout tegen. Het is Gelders die de vrije schop zelf neemt. De bal valt wat verloren aan de tweede paal, maar Von zit er plots nog bij. Het is van heel dichtbij op de paal. We zijn nog geen 10 minuten ver en eigenlijk had Standaard al 0-2 voor kunnen staan. We zien een richtingsverkeer in Genk. Snelheidstrein Von wordt door 3 Genkies omsingeld. En toch krijgt de jonge Red Flame nog een balletje tot bij Gelders. Doorspelen en dan weer Von. Dit is niet meer dan een hoekschop. Scoren is de laatste tijd wat moeilijk voor Standaard. Nelissen pikt de afvallende bal op en jaagt hem naar voren. De Genkse defensie krijgt het niet onder controle. Koetrails met tijd en ruimte, maar te zacht om de kiepster te doen wankelen. De thuisploeg krijgt geen voet aan de grond. Luna van Zijl probeert haar team wel op sleeptouw te nemen. Het spel is verleggen naar de andere kant. De aanname van Petri, afleggen voor Pauwels. Maar dit kunnen we eigenlijk niet eens noteren als een doelpoging. Het blijft al Standaard wat de klok slaat. Net voor rust pompt Koetrails nog eens de bal naar voren. Gelders snoept die goed af en vindt dan Von. Maar zij kan uiteindelijk niet besluiten. Genk mag na een moeizame eerste helft blij zijn dat het nog 0-0 staat. Moeizaam is nog slag uitgedrukt, denk ik. Het was dramatisch. Omdat ook, we hebben geprobeerd om op een andere manier te voetballen. En gezakt dat was eerst al veel zoeken. Hebben we ook op een paar kansen weggegeven door het dom balverlies, denk ik. Ook in duels waren we veel te weinig. Dan heb ik gezegd aan de Reus ook van, kijk, willen wij nog iets betekenen in de competitie voor die derde plaats te gaan? Moeten we wel op een andere manier. Ik vond de tweede helft was iets beter. Wel niet meteen na de rust. Vrije trap Gelders, Van Zijst makkelijk. We krijgen dan toch eens een aanval van de thuisploeg. Eindelijk. Petri gaat en via het hoofd van Willox krijgen we weer Petri. De spits kiest voor de voorzet. Van Einde wil opruimen. Geen own goal, maar wel Luna van Zijl. Zij krijgt die doelpuntje op een schoteltje aangeboden, maar ook die goal stellen. Luna van Zijl, is dat een van de makkelijkste doelpunten die je gemaakt hebt al in je carrière? Laten we dat wel zeggen, ja, inderdaad. Het was geen moeilijk doelpunt, maar oké, ja, het was een mooie actie. En ik denk dat het alleen maar leuk is als je een goaltje kunt meepikken. Het doelpunt snijdt de adem van Standaard af. Na dom balverlies kan Genk weer aanvallen. Van Zijl zoekt en vindt Petri voor de goal. Maar nummer 9 heeft veel te veel tijd nodig om die bal onder controle te krijgen. Een tweede goal zou nogthans welkom zijn, want de bezoekers geven niet op. Ofwel Mafon tenminste niet. Speelt zichzelf knap vrij, maar krijgt amper steun in de 16. Alleen Gelder staat daar en de voorzet komt er niet. Het is nog niet gespeeld, weten ze bij Genk. Blijven voetballen dus. Van Zijl met een pasje opzij. Meteen voorzetten, maar daar zit de man goed bij. Pauwels maakt er in de rebound echter 2-0 van via de onderkant van de lat. Nog 20 minuten te gaan, de zege lijkt binnen. Stefan Guidi gooit toch nog eens verse krachten in zijn ploeg om het tij te keren. En een van de invalsters doet het ook bijna. Ademi geeft de bal mee met Von. Die gaat de diepte in, wacht op Ademi en geeft door. Haar schot is stevig op de kruising. Het wil maar niet lukken vandaag voor de Rochettes, die al voor de 4e keer dit seizoen niet kunnen winnen tegen Genk. Ook nu weer, vooral door een gebrek aan efficiëntie. C'est pas un problème nouveau. Et c'est toute l'équipe. Si vous prenez les buts qu'on a marqués en play-off, la plupart des buts sont marqués sur phase arrêtée ou des autobuts ou un petit peu des choses comme ça. On manque clairement d'efficacité. Vous attendez encore votre premier but en play-off, c'est pour la semaine prochaine?
Mon premier but en play-off, je ne suis pas sûre qu'il arrivera, mais en tout cas, j'espère que je vais tout faire pour qu'il arrive en finale. Je le garde pour la finale. Voilà, après, ce n'est pas le plus important. Je pense les matchs qu'on gagne, on a fait des bons matchs en play-off. Voilà, on a gagné tant qu'on gagne. Pour moi, c'est le plus important. Marquer, voilà, ça reste individuel. Mais voilà, c'est 0-0 à la 90e en finale. Je marque le 1-0. Afspraak tussen deze twee ploegen op 18 mei in het stadion van Standaard dan wel voor de bekerfinale. Club Waalwijk nam het in zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen op tegen kampioen Anderlecht. Voor de aftrap overhandigt aanvoerder van Geluwe nog een mooi boeket bloemen aan paars-wit voor het behalen van hun 10e landstitel, het getuigt van stijl. Maar dat wil niet zeggen dat club de rode loper uitrolt. Na 2 minuten kan Ouzraoui een eerste keer dreigen. Haar schot mist kracht. Ook Anderlecht zet een minuutje later de Brugse verdediging op scherp. Wijnands vindt Jacobs, maar de bal gaat enkele centimeters naast. Het tempo is aanvankelijk niet echt hoog. Paarswit komt nog eens opzetten. Jacobs kan Covent op de proef stellen. De doelvrouw voorkomt met een dubbele redding de openingstreffer. We zien weinig echte kansen tijdens het openingskwartier. Tot Bikula op de gaspedaal duwt. Met een knappe dribbel komt ze voor doel, maar Covent is niet onder de indruk. Aan de overkant toch ook wat spanning na een lange bal. Als Matavkova oog in oog komt met Duizer, de doelvrouw grijpt goed in. Het openingsdoelpunt komt er na goed 20 minuten met een prachtige voorzet van Matavkova tot bij Ouzraoui, die het afmaakt. De thuisploeg komt verdiend op voorsprong. De bezoekers lijken na het behalen van de titel niet echt met hun hoofd bij de wedstrijd te zitten. En 2 minuten voor de rust verdubbelt Boutiebi met een magnifieke goal de voorsprong voor Club Waele. In de tweede helft toont Anderlecht een volledig ander gelaat. Ze komen duidelijk scherper uit de kleedkamer en na een perfect geplaatste hoekschop kan Smit de bal binnenkoppen. Zo staat het na 52 minuten 2-1. Het tempo is ook serieus omhoog gegaan. Jacobs knalt hard op de lat, de landskampioen groeit in de wedstrijd en neemt stilaan de controle over. Toch is Club Waalwijk niet van plan om de winst nog weg te geven en gooit het alles in de strijd. Duizer wil nog ingrijpen, maar Ouzraoui is onverbiddelijk. 10 minuten voor tijd tikt ze haar 2e binnen. Club poetst een play-off 1 blazoen op met een knappe zege en wint met 3-1. C'est vrai qu'on était un peu plus au-dessus aujourd'hui et même si à la deuxième mi-temps ils sont arrivés à nous mettre un peu plus le stress avec le goal, on a su garder le calme et marquer ce 3e goal. Bien sûr, c'est toujours bien de marquer, encore plus contre son ancienne équipe. Bij ons heel veel décompressie na vorige week natuurlijk. We hebben helemaal maar 1 echte training gehad deze week. Ik vond het begin van de wedstrijd nog zo vaak. Ik vond de eerste 10 minuten dat we nog oké aan het voetballen waren. Wel laag tempo, maar wel nog kwaliteit. Maar dan krijgen we dat doelpunt tegen en ja, dan merk je dat het vet van de soep was. De keeper zat ernaast en ik zat erachter, dus daardoor kon ik hem er mooi in koppen. Ja, ik hoopte dat de 2-1 was om het om te draaien, maar jammer genoeg was dat het niet. Maar mijn eerste goal voor Anderlecht blijft toch mooi. Ik ben blij dat de aansluitingstreffer niet te snel kwam. En vooral dat we zelf dan in staat kwamen om de 3e te prikken. Ik denk dat dat bij hen de beentjes ook heeft afgesneden. Maar goed, ik denk dat dat geen afbreuk mag doen aan onze eigen prestatie. Ik ben eigenlijk vooral heel blij voor mijn team. Na het verliezen van de titel vorige week was de vraag of Leuven zich nog kon opladen voor de 2 resterende wedstrijden in de competitie. Te beginnen op het veld van Gent. Ik denk dat voor ons de boodschap voor de wedstrijd was dat je een bepaald seizoen hebt gespeeld, dat je daar ook iets hebt gezien en dat de laatste 2 weken niet mogen het beeld zijn van ons hele seizoen. Ik denk dat daar de dames wel in gebrand waren. Het was kwestie om die 2 weken nu niet te laten verpesten wat je de overige x aantal weken hebt getoond. Bij de eerste kans van de match is het meteen raak voor Leuven. Meersman moet het op snelheid afleggen tegen Janssens, die de score al na 8 minuten opent. Het is een vrij evenwichtige wedstrijd qua balbezit. Maar de grootste kansen zijn wel voor de bezoekers. Eurlings vindt opnieuw de pijlsnelle Janssens die alles goed doet behalve de bal binnenschieten. Gent kan er maar moeilijk iets tegenover stellen. Het ontbreekt vooral aan een laatste goede pas of er zit nog net een Leuvense voet tussen. Maar de Buffalo's worden wel sterker naarmate de eerste helft vordert.
Na een half uur wordt de verdediging van Leuven een eerste keer uit verband gespeeld, maar Bosteel strapt onbegrijpelijk over. Voorin scoren ze niet en achterin leiden ze te vaak dom balverlies. Meersman heeft geluk dat de Truier de bal slecht tegen de paal werkt en ook Van Kerkhoven kan in de nabeurt net niet bij de bal. 5 minuten voor rust staan ze bij Gent weer niet op te letten achterin. De terugspeelbal op Maas is te kort en Van Kerkhoven profiteert optimaal. Zo gaan we rusten met 0-2 op het bord. Na de pauze is het Gent dat de beste start neemt. Meersman rusht een pak volk voorbij. Evraar kan de trap van de linksachter stoppen. Niet veel later zien we toch weer hetzelfde spelbeeld als voor de rust. Leuven creëert de gevaarlijkste kansen. Van Kerkhoven met de bom op de vuisten van Maas. Bij Gent krijgen ze de bal niet ver genoeg weggewerkt. En zo kan Gilles Janssens nog een keer aanleggen en de 0-3 binnenschuiven. Mooi uitgespeeld van de Leuvenaren. Gent lijkt na het uur de handdoek te gooien. Leuven kan vrij het voetballen en nog 2 keer toeslaan in het slot. Eerst zet Van Dijk zich goed door na de doeltrap van Evraar voor de 0-4. En in de allerlaatste seconde beslist Van Kerkhoven met haar 20ste doelpunt van het seizoen de match met de 0-5. De uitslag is misschien wat overdreven, maar Leuven springt deze keer wel efficiënt om met de kansen. Iets wat tijdens de play-offs een groot manco was. Ik denk dat we vandaag toch met wat minder druk spelen, omdat we weten dat de eerste plek er toch niet meer in zat. En misschien iets meer vrij voetballen, ik weet het niet. Maar we zijn vooral blij dat we dit hebben kunnen winnen en nu zeker zijn van de tweede plaats. Gent had wel zijn kansjes, maar lijkt vooral toch op zijn limieten te botsen in deze play-offs. Ik denk, we hebben het een beetje vergeleken met een appelsien. We hebben een hele jaar moeten knijpen om het meeste eruit te halen. En ik denk dat we nu op ons einde lopen en dat we nog een beetje aan het duwen zijn, maar dat het inderdaad moeilijk is. Dus volgende week nog 1 wedstrijd alles geven en dan denk ik dat er welverdiende rust aankomt. De uitslagen van de voorlaatste speeldag leveren zegens voor Club YLE Leuven en Genk op in play-off 1 en overwinningen voor KV Mechelen en Zulte Waregem in play-off 2. In het klassement stelt OH Leuven zijn tweede plaats veilig en springt Genk over Standaard, zij het met evenveel punten. Daar zal de slotdag beslissend zijn. En in play-off 2 heeft KV Mechelen de schoen te pakken, maar blijft ook SCV op winstkoers. Op de slotdag wordt het vooral uitkijken wat Standaard en Genk uitspoken met het oog op de derde plaats. Wij zitten live in het Lottopark voor de kampioenenmatch die Anderlecht tegen Gent speelt. Alle hoogtepunten in de laatste rewind van het seizoen en die is er volgende maandag. Tot dan!